eens hier. Kom eens. Ik heb iets gehoord, dat zul je niet geloven. Ik heb dit boek geschreven, De Oma van de Oma van mijn Oma. Met tekeningen van Elian Gerrits. Geweldig mooi boek. En nu is hier iets in de haak, in het Museum van de 20e Eeuw in Hoorn. Ik wil eens eventjes op onderzoek uit. Ga je mee? Even kijken. Hebben ze hem wel? Niks. Nergens. Dat is er gewoon niet. Goedemiddag meneer, wij gaan zo sluiten, maar kan ik u nog ergens mee helpen? Nee, denk het niet. Gaan jullie dicht? Ja, we gaan dicht. Oh, nee hoor. Wauw, gaaf. Vandaar al die tralies hier. Ja, onze aapjesmachine. Ik ben zo blij met hem. 60 jaar oud. De kassa klopt. De bezoekers zijn allemaal weg. Tot morgen. Perfect. Dag. Dank je. Van opa mocht ik er altijd een muntje in doen. Kijk nou, poepdoos. Staat ook in mijn boek. Kijk. De mensen woonden vroeger heel klein. Ze sliepen in een bedstee, vochtplekken op de muur. Dat was hartstikke ongezond. De kinderen werden heel snel ziek. Kijk, een van de eerste tv's. De bijnaam was het hondenhok. Dat wist ik nog niet. Ik heb gehoord dat de stoute jongens die deden vlechten van de meisjes die voor hen zaten in de inktpotten. Kijk dan, de wringer. Zo staat hij ook in mijn boek. Het is gewoon hetzelfde. Kijk, de trom. Die heb ik ook in mijn boek staan. Hier, het telefoonnummer van de opa van mijn opa was 9. 9. Ik ga hem bellen. Goedemorgen, dames en heren. Hier is Hilversum, Nederlandse Omroep Algemeen Programma. Wij vragen uw aandacht voor het ANP.
Pac-Man! Yeah, dat was game. Hey, we hebben nog een bezoeker. Wat doet u hier? Ik ben de schrijver van dit boek. Nou, dat treft. Ik heb hem ook. Kijk, dit boek verkopen wij in de winkel. Wat mooi. Kunt u niet direct wat boeken signeren? Ik heb een pen. Kijk. Nou, vooruit dan maar. Kijk, en deze ook graag nog. Oh, dat wordt nog laat vanavond. Kijk, mooie plek. Ah, eindelijk. Prachtig. Hey, bedankt. U ook bedankt.